Hallo, je ziet nu alleen mijn vingers. Sorry dat mijn nagels zo kort zijn. Ik zal het even laten zien. Hoi. Dus hier ga ik even mijn la laten zien. Ik moet even wat uithalen, wat er niet, nog niet in hoort. Zo. Dus ik ga even zien wat nu in mijn soort van dagelijkse make-up zit. Dus best wel veel. Ik haal er wat uit. Ik wissel nog wel eens wat om. Dus ik ga in ieder geval beginnen. Ik heb hier. Oh, wacht even. Die kan ik mooi hierbij voegen. Dat wordt hierbij. Dus, ja. Dit is zeg maar 1, 2, 3 oogprimers. Dit is zeg maar een pincet en een nagelschaar en een mini sponsje. Dus dit is zeg maar de Monos oogschaduw. Die, hier zit een behoorlijke pen in. Deze is van Kiko. En deze is ook van Kiko. Dus die gaan daarbij. En dan stop ik gelijk. Even kijken. Dan maak ik hier. Stop ik deze twee erbij. In de hoop dat ik ze gaat gebruiken. Deze stop ik er ook bij. Want het enige wat ik heb van afpoeder is deze. En ja, dit is zeg maar Illuminate Powder. Maar dit is echt een highlighter. Geen. Want moet je niet over je hele gezicht doen, dan word je echt een discobal. Deze heb ik toen meegenomen uit Duitsland bij Medicat Grenzen. Dat is er 3 of 4. Dit is onwijs een lekkere highlighter voor dagelijks gebruik. Nou, dan heb ik zeg maar de Blush Air van Catrice. Ik heb hier een wenkbrauw. Zie, flink de pen geraakt. Van Catrice. Dit is Rose Gold. Van Sleek. Daar heb ik niet veel van gebruikt. Is nog helemaal nieuw. Is ook een blush. Nou, deze kennen jullie van W7. Die is ideaal. Die lijkt heel veel op van Charlie Tilbury. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Deze is van Sleek. Die wil ik ook wel wat vaker gebruiken. Dit is zeg maar een cream blush. Dus daar wil ik een beetje mee experimenteren als dat lukt. Dus die zijn altijd welkom. Dus die. Nou, dan heb ik ook nog hier een make-up spons. Nog een klein sponsje voor de concealer. Ik heb hier een contourkwast. Die heb ik nog niet gebruikt. Hier heb ik ook nog Kiko paletje. Hier heb ik ook nog 2 Kiko paletjes. En hier heb ik nog een Makeup Revolution palet. Die zal ik ook maar even laten zien, want trouwens best wel een fijn palet, moet ik zeggen, als hij dicht gaat. Hier. Dit is een gezichtsprimer, die heb ik toen ook gekocht. Ik vond hem best wel fijn. Soft Base Care. Deze is ook ideaal. Deze is ietsje lichter, dus ik moet eigenlijk een donker hebben om een beetje te kunnen mixen. Dus ik moet 1 lichter donkere hebben.
Want deze is 020W. Dus ik ben... Maar ja, nu de kort lichter ben, geen zomer is. Dan doe ik hier een druppel van in. En dan doe ik hier ook een druppel van in. Eén druppel maar, meer niet. En met regenachtige dagen doe ik deze. Ideaal als je waterproof make-up wil hebben. Dus als je wil dat je foundation waterproof is, moet je deze pakken. Ideaal, perfect. Nou, dit zijn zeg maar de lipsticks van L'Oreal. En deze ook. Ja. Als je... Dat is die. Dat is zeg maar de dupe. De 630. Die moet ongeveer de dupe zijn van Pillow Talk. Ik heb hier een van Kiko. Dat is die. Een nude kleur. Perfect. En magnetisch. Dan heb ik er hier een. Ook van Kiko. En hier ook een. Ook van Kiko. Eyebrex Dark Circle. Ideaal. Perfect voor donkere kringen onder je ogen. En dan heb ik ook de eyelid. Dus dat brengt dan even je ooglid even een stukje omhoog. Dus dan zie je wat meer oogschaduw. Is ook ideaal. Wel prijzig. Ik ga hem wel weer halen. Want hij is weer in de aanbieding. En deze is ook ideaal. Die mix ik soms wel eens met deze. En dan heb ik hier een. Voor mijn wenkbrauwen. Eentje. Soms doe ik deze wel eens. Maar ik geloof dat ik die moet vervangen, want deze is bijna leeg. Dit is de 8 Hour Matte. En dit is de 04 Rosy Nude. Perfect lip. Blijft ook goed zitten. Dit is de volume mascara bruin van de HEMA. Vind ik niet zo prettig, want die klontert nogal eens in de loop van de tijd. Deze is, heb ik ook maar heel weinig van nodig, dus die heb ik ook nog. Dit is een oogpotlood, donkerbruin. Ik gebruik tegenwoordig geen zwart meer, maar bruin. Dat vind ik veel mooier. Nou, dan heb ik hier nog een HEMA lipstick 944. Zie je ook de kleur van Max & More. Dus deze kleur. Oh. En dan heb ik ook twee lippentint. Deze. Dit is Collade. Coral Collade. De nummer is 03. En dit is een 02. Het is echt wel een dagelijks kleurtje. Die blijft er ook in. Heb ik hier nog een matte lipstick van NYX. Ook een ideaal kleurtje. Dus het lijkt bijna op deze. Kijk. Het scheelt niet veel. Maar deze vind ik wel echt mooier. Dus als die leeg is, dan wil ik hier wel een full size van hebben. Dit is een mini. En dan heb ik het 183 D's lipstick. En dat is deze kleur. En ik heb nog een van Catrice Limited Edition. Dat is deze kleur. En ik heb nog een van Catrice. Dat is dan deze kleur. Met een mooi relief erin.
En ik heb er nog twee van de Hema 07 en 39. Dit vind ik echt een hele mooie kleur. Dus die. En deze. Dan is die. Deze van de relatie. Deze is echt ideaal. Pas overal bij. Dus deze kleur. Dus die 944 is echt briljant. Dus deze en deze gaan erbij. Dan moet ik heel even gaan schuiven. Als ik die nou hier doe. Ja. Zo, nou ja, dan moet hij maar even hier bovenop. Zo. Nou, dat is het dus. Hier de volgende la. Dus ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje en dan blijf je op de hoogte. Bye.